De lancering van het Living Lab event heeft gisteren plaatsgevonden aan de Waterkant. Het Living Lab is een creatief onderzoeksproject waarbij het publiek deelneemt aan activiteiten om zodoende feedback en hun input te geven voor een nieuw ontwerp voor de Waterkant. Dit event is een samenwerking van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname en het Directoraat Cultuur. De Waterkant was voor deze gelegenheid afgesloten voor autoverkeer vanaf de Plattebrug tot aan Fort Zeelandia. Deelnemers mochten een ballon plaatsen op een plek waar zij graag iets willen veranderen. Volgens Elvira Sandy, directeur van cultuur, moet er samengewerkt worden aan een mooiere en betere Waterkant. Samen gaan werken om de stad Paramaribo te veranderen. We gaan de stad Paramaribo veranderen omdat we moeten veranderen. We moeten beantwoorden aan een heleboel eisen die tegenwoordig gesteld worden om toeristen aan te trekken. We moeten onze stad voorbereiden op mooie dingen die we samen in de toekomst kunnen doen. En een belangrijk deel van de stad is waar we nu staan, de Waterkant. We lopen er elke dag, maar soms vaak genoeg, maar zijn Libinsernang, realiseren we ons niet wat voor prachtig product we hier hebben staan. En de Surinaamse overheid is zich helemaal bewust van de potentie van dit product, de Waterkant. De directeur zegt verder dat Suriname met haar historische binnenstad op de internationale lijst van UNESCO staat. En Suriname wil op deze lijst blijven staan, benadrukt Sandy. Dat betekent dat we deze gebouwen moeten behouden. Het betekent dat we de omgeving waar deze gebouwen staan ook zo goed moeten houden. Ze zijn waardevol, maar ze zijn een belangrijk instrument om onze mooie stad tentoon te stellen, om dat als aantrekkingskracht te laten fungeren die naar ons land komen als toeristen en investeren in dit land, maar ook natuurlijk andere investeerders voor de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname uiteindelijk, maar in het bijzonder van de stad Paramaribo. Alvira Sandy, directeur van het Directoraat Cultuur. Zij sprak gisteren tijdens de lancering van het Living Lab event, waarbij iedereen mocht deelnemen om de verandering van de Waterkant te bewerkstelligen. Na de launch is er ook een start gemaakt met de renovatie van enkele overheidsgebouwen.